Man, dit is de volste collegezaal die ik ooit voor mijn neus gehad heb. Ik word helemaal zenuwachtig van. Hey, hartstikke welkom hier op de campus van de Tilburgse Universiteit. En ik ben professor aan deze universiteit. En ik ga jullie een les geven over een onderwerp waar we hier ook echt serieus over nadenken. Dus dit is echt serieuze wetenschap die ik met jullie ga bedrijven. En het idee is dat ik jullie het een en ander vertel, een beetje aan het denken zet. Dat we dan in het midden een heel klein onderzoekje doen. Ik heb ook onderzoekers, hè, dus ik ben onderzoeker, dus ik heb ook gegevens nodig over hoe jullie denken over dingen. En daar kan ik ook gelijk de resultaten van laten zien en dan vertel ik daar nog weer wat over. En dan is er daarna gelegenheid om vragen te stellen. Dus als je vragen hebt, dan hou ze maar even goed bij. We hebben net al gezien dat die rode en groene kaarten, dat werkt goed bij jullie. Hè? Jullie snappen goed hoe het werkt, dus die heb ik dadelijk in het onderzoek ook nodig. Oké, nou de vraag is dus, is het denkbaar om een goede dag, het is misschien voor de juffen en meesters in de zaal een wat moeilijk college, dat realiseer ik me, ik excuseer me daar ook voor. Is het nou mogelijk dat er op een goede dag in plaats van een juf of meester een robot voor de klas zou kunnen staan? Nou, wacht maar eventjes, gaan we er even wat serieuze vragen over stellen. Ik zie dat jullie al popelen om juf of meester misschien te vervangen door een robot, zou zomaar kunnen. Ik zal eerst iets over mezelf zeggen, ik ben geen robot. Als ik in mijn arm knijp, dan doet dit gewoon pijn. Dat voel ik dus dit, hè? Mijn huid blijft ook zitten, dus ik ben geen robot, ik ben echt. Ik ben 59 jaar oud, ik heb al 42 jaar verkering met hetzelfde meisje wat ik op de vierde klas van de middelbare school heb leren kennen. Ik heb geen kinderen en ik ben professor in de sociologie aan deze universiteit. En ik hou me met name, ik doe onderzoek naar hoe de samenleving werkt en vooral hoe het onderwijs binnen de samenleving werkt. En voordat ik hoogleraar was, ben ik leraar maatschappijleer geweest op wat toen nog een LTS heette. Inmiddels heet dat het VMBO, de technische kant van het VMBO. Nou, mijn hobby's staan erbij. Ik heb thuis geen robot, tenminste. Toen ik dat opschreef, dacht ik van, heb ik nou wel of geen robot? En heel eerlijk gezegd, wist ik het niet eens precies of ik er één in huis heb. Maar dat komt dadelijk wel, dan wordt wel duidelijk wat ik daarmee bedoel. Ik heb wel een tackle en dat is zeker geen robot. Hij heet Gijs, hij is ongeveer zo groot. En die doet alles wat een robot niet doet. En het hele vervelende van die tackle is dat je hem niet uit kunt zetten. En dat hij overigens af en toe in huis plast. Dat doet een robot ook niet. Nou, waarom ben ik gaan nadenken over die vraag van, zou een robot voor de klas misschien iets zijn? Ja, dat komt een beetje door dit probleem. Ik heb wat dingetjes uit de krant gehaald. Brabants Dagblad, Eindhoven's Dagblad, het Algemeen Dagblad rechtsonder, een landelijke krant. We hebben te weinig leraren. We weten niet heel precies hoeveel leraren we te weinig hebben, maar we hebben er in ieder geval te weinig. En de grote vraag is, wat gaan we nou doen als we te weinig leraren hebben? De groep leraren op is op, er zitten te weinig mensen in de opleiding. Er gaan nog wat leraren met pensioen de komende tijd. En de grote vraag is, wat gaan we nou doen daarmee? Nou ja, dan zijn er wel een paar opties. Misschien kunnen we alvast eens even een beetje oefenen. Ik heb een vermoeden dat ik wel ongeveer weet wanneer het rood en groen wordt in de zaal. Maar als je nou minder leraren hebt dan je nodig hebt, hè, dan zou een oplossing kunnen zijn gewoon minder lessen geven. Waarom verbaast me dat niet? Ja. Oké. Doe maar weer naar beneden. Overigens toch ook goed om te zien dat er een heleboel zeggen van helemaal niet minder lessen. Ik wil gewoon dezelfde, het lijkt me heel verstandig om dezelfde verder les te willen houden. En de volgende, kijk eens even naar die foto die er staat. Meer leerlingen in de klas. Dat vindt bijna iedereen een slecht idee. Deze foto is uit rond 1940 gemaakt. Dat is de tijd dat jullie opa en oma's in de klas zaten. En toen was het niet ongebruikelijk dat er 40, 45 kinderen in één klas zaten. En dat is, nu is dat 22, 23 denk ik. En veel meer? 28 hoor ik hier op rechts. Wat zouden jullie vinden van het idee dat we mensen die niet geleerd hebben voor leraar, dat we die les laten geven? Een profvoetballer gymnastiek laten geven? Een operazangeres muziekles laten geven? Nee, moet een leraar zijn? Ja, moet gewoon een leraar. Oké. Maar we lossen het probleem niet op, hè? De klassen mogen we niet groter maken. Het moeten leraren zijn met een diploma. Dus we moeten nog steeds even nadenken.
En als we nou, en dat project doen we al serieus, als we het project opa of oma voor de klas doen. Dat de leraren die met pensioen zijn gegaan, vragen van zou je nog een tijdje door willen gaan? Heel gemêleerd, dat is leuk. En waar stoppen ze dan als ze 93 zijn? Lager? 75? 75, dat kan nog, hè? 85 kan ook nog? Oké. Hier op de universiteit mogen wij lesgeven tot 72. Dus hier doen we het al een beetje. Nou mogen de leraren meestemmen. En als we leraren nou eens veel beter gaan betalen, zodat we er veel meer gaan vinden. Mag ik ook de handen van de leraren even zien? Ja, van wie heb jij dat groene kaartje gepikt? Oké. Nou, en dan als laatste, en dan gaan we even naar het serieuzere stuk toe. Doe de kaartjes maar even naar beneden. Want nu gaan we naar het serieuzere stuk toe. Want ik ben het eigenlijk wel eens met dat idee van beter betalen. Maar dan moeten we wel wat gaan doen en dat ga ik uitleggen. En daarvoor zou het idee kunnen zijn, dan zouden we misschien toch eens wat meer machines moeten gaan inschakelen. Nee, helemaal niet. Oké. Laten we het eerst eens even hebben over robots. Doe de kaartjes maar even terug. Doe maar naar beneden. Laten we het eerst eens even hebben over wat ik precies bedoel als ik over robots praat. Want daar wil ik eerst even iets over zeggen. Kijk, je ziet hier op die plaatjes achter mij zie je een aantal robots. En linksboven zie je een robot die in een autofabriek auto's in elkaar aan het lassen is. Die mevrouw rechtsboven die is een operatie aan het uitvoeren op een patiënt, op een echte patiënt. Alleen die patiënt die ligt heel ergens anders in de wereld. Dus zij ziet een afbeelding op die bril. Ziet zij een afbeelding van hem en zij bedient op afstand bedient zij een operatierobot. Zo'n robot als daaronder staat. En het kan heel goed zijn dat die mevrouw dus niet in het ziekenhuis hier in Tilburg staat, maar dat die in het ziekenhuis in New York werkt. En dat die gevraagd wordt van, zou jij deze operatie willen doen? Dat kan inmiddels, dat doen we. Nou, die middelste robot, dat zou een robot zijn die ik zelf wel prettig vind. Dat is een strijkrobot. Hè. En ik kan je vertellen dat het strijken van zo'n befje, nou, daar kun je zomaar een half uur mee bezig zijn. Dus als dat door een robot zou kunnen gebeuren, zou dat handig zijn. En linksonder, die heb ik ook meegenomen, die kennen jullie natuurlijk allemaal al. Wat is dat, flessenautomaat, hè? Maar toen ik jong was, was die flessenautomaat, dat was een hokje, en daar zat een meneer of een mevrouw in, en dan leverde je je flessen in, en dan telde die meneer of mevrouw telde precies na hoeveel flessen je meegebracht had, en dan kreeg je geld daarvoor terug. Toen was dat een mens. En eigenlijk is dat misschien wel het meest duidelijke voorbeeld van hoe je een mens kunt vervangen door een machine. Het werk van die flessenautomaat, dat werd vroeger door mensen gedaan. En de grote vraag is, als we dat werk van die flessenautomaat kunnen vervangen door mensen, welk werk zouden we nog meer kunnen vervangen door mensen? Daar wil ik het eens eventjes over hebben met jullie. Want dat is wel belangrijk dat je er even bij realiseert. Als ik het over robots heb, dan heb ik het ook over die dingetjes met armen en benen en die Wally's of de Paro's of die we gaan zien. Maar ik heb het in iets bredere zin heb ik het over automatisering. En dan gaat het over geautomatiseerde systemen. Nou, ik heb hier een fotootje, dat vind ik altijd wel een aardig voorbeeld van Amazon. Als ik koop nog wel eens een boek, hè, dus, ja, weet je, ik lees boeken, dat moet ik voor mijn werk doen. En dan ga ik naar Amazon, dat is bol.com, maar dan in Amerika. En het interessante is dat ze mij herkennen. Ze zien, kijk, je ziet hier zie je dat ze weten, oh, dit is Mark Vermeulen. Kijk, hier, even kijken of ik daar met mijn muis naartoe kan gaan. Dat kennen jullie allemaal wel. Hier heb ik een pointer. Kijk, hey, hallo Mark Vermeulen. Dus die computer die weet al, die computer in Amerika overigens, die weet wie ik ben. Ik bestel een boek en dan komt er iets heel interessants. Die computer weet ook wat andere mensen, voor die hetzelfde boek dat ik zoek, wat andere mensen gezocht hebben toen ze dat boek aan het zoeken waren. Dus die computer die weet al iets van mij, namelijk welk type boeken misschien voor mij wel interessant is. Waarom zou die computer dat doen? Omdat je meer weet over de wereld, ja, dat is een goeie. En dat is natuurlijk de truc, hè. Ze denken van, hey, die Vermeulen die wil dit boek hebben, dan zal die misschien ook wel dat boek willen hebben. En als die dit soort boeken leuk vindt, dan vindt hij dat boek ook leuk. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een heel slim computersysteem, wat een beetje kan meedenken alvast over, ja, welke boeken vind jij nou leuk? En vervolgens probeert hij me dat bijvoorbeeld aan te smeren. Dit is dus de boekverkoper, hè, de meneer of de mevrouw uit de boekenwinkel van 30 jaar geleden.
Daarom zien we ook bijna geen boekwinkels meer. Ja? En in die winkel 30 jaar geleden, als ik daar binnenliep, zei ik van, nou, ik wil graag dit en dit boek hebben. Ik wil een boek over Karel de Grote hebben. Ze zei, goh, als u een boek over Karel de Grote, dan heb ik ook nog een boek over Philips de Schone. Dat vindt u dan misschien ook wel leuk. Ja? Nou, en dat doet die computer dus nu voor me. Ik wil even een filmpje hebben. Ik wil jullie even Paro laten zien. Daar is ook wel iets bijzonders over te zeggen. Paro is een robotje. Kom, let maar eens even. Die werkt nu al in een woongroep voor demente bejaarden. Het maakt geluid en die ogen en dat ja, daar reageert ze wel. Kijk, dan zie je, kijk, daar gaat ze toch weer tegen praten dan. En dan je ziet het, die interactie die is er gewoon heel duidelijk. Die emoties die je dan nog kan geven, dat vind ik gewoon, ja, dat is gewoon heel belangrijk voor ze. Ik hou zo ontzettend veel van haar. En weet je, dus alles wat haar gelukkig maakt, dat vind ik gewoon geweldig. En dit is mijn moeder, zoals ze is. En dat wil jij niet. Oké, zet hem maar weer terug naar de PowerPoint. Kijk, dit is Paro, hier ligt hij. Paro is een robotje, het is allemaal niet zo'n hele ingewikkelde technologie. Paro eet niet. Paro gaat 's nachts aan de stroom. Dit is de stekker. Paro wordt nu opgeladen. Paro is ook nooit ziek. En wat Paro doet, is wat in het verleden door mensen gedaan werd, in verpleeghuizen bij oude mensen die een beetje in de war zijn en die misschien soms verdrietig zijn of iets dergelijks. Dan ging er een verpleegster naartoe of een verzorgster naartoe en die ging dan met iemand een praatje maken en enzovoort enzovoort. En die verpleegsters en die verzorgsters hebben we ook niet meer en daar zetten we nu dit soort robotjes voor in. En wat we uit onderzoek weten, want hier wordt veel onderzoek naar gedaan, wat we uit onderzoek weten is dat voor mensen die een beetje in de war zijn, dat die echt een band opbouwen, echt gaan houden van, weet je, wat is het? Het is een soort stofzuiger in een bontjasje. Want dat is eigenlijk wat Paro is. Het is niet veel meer dan een geautomatiseerde stofzuiger die terug kan praten in een bontjas. En mensen denken, dus demente bejaarden, die denken echt van, hé, wat fijn dat ik dat beestje mag hebben. Ze zijn ook heel verdrietig, dat is treurig, want soms moet je ze afpakken. Dan zijn ze ook echt oprecht verdrietig als je ze dat robotje afpakt. En wat we ook weten, en dat is voor de ouderen misschien nog interessant, dat de ontwikkeling of de degeneratie, het aftakelen van het hersenproces, langzamer gaat als er dit soort robotjes ingezet worden. Omdat mensen toch meer gestimuleerd worden. Dus je kunt het ook nog wel medisch inzetten. Wat een belangrijke vraag is bij robots, hè, die eerste robots die hadden helemaal geen emotie. Hè. Wally, Wally had zo'n heel raar vlak stemmetje. Hè. Ik ben Wally en ik praat een beetje vlak en ik kan ook niet glimlachen, ik kan ook niet huilen trouwens als Wally. Hè. Maar wat we nu aan het doen zijn, is de stap waar we op dit moment mee bezig zijn, is om robots te maken die emoties kunnen vertonen. Hier zie je ik geloof dat het een Koreaanse robot is. Dit is het gezicht. Je kunt het niet heel goed zien, het zijn kleine plaatjes. Hier zie je de gezichtsuitdrukkingen. Dus hij kan blij kijken, kan boos kijken, ik weet niet wat het is, hè. Dat weet je bij een robot ook niet. En hier zie je de binnenkant van het hoofd, wat er allemaal voor nodig is om te kunnen glimlachen. En ik geloof dat je in je gezicht iets van 30 spieren gebruikt om te glimlachen. Nee, 30 om boos te kijken en maar 2 om te glimlachen. Dus daarom is het slimmer om te glimlachen. Maar we kunnen dus langzamerhand, kunnen die robots ook zo bouwen dat ze emoties kunnen uitstralen. Dat ze dus naar je kunnen gaan glimlachen. En om een ander voorbeeld te geven, het gaat dan niet zozeer over robots, maar een experiment waar we in Eindhoven mee bezig zijn. Stratums Eind, dat is een beetje de heuvel, of de korte heuvel van Eindhoven. Daar is veel uitgaansleven s'avonds, de kroegen, veel drukte, enzovoort, enzovoort. En wat daar nu gebeurt, is dat daar geluidsopnames gemaakt worden van het geluid wat er daar geproduceerd wordt. En als dat geluid een bepaald karakter krijgt, bijvoorbeeld heel veel geschreeuw, dan gaan de lampen hoger, dan gaan er camera's aan en dan gaat vanaf dat moment de politie vanuit een meldkamer meekijken. En want ze weten namelijk dat als er heel veel geschreeuwd wordt, dat misschien wel het begin van ruzie is. Ja? Je kunt ook de hele tijd een politieagent daar rond laten lopen. Maar je kunt ook zeggen, ja, 9 van de 10 keer gaat het prima en de 10e keer als je veel hard geluid hoort, nou, licht aan, camera's aan, meldkamer actief, auto in de buurt zetten. En aan het werk. Dat scheelt een hoop politieagent als je dat zo doet. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van hoe we die techniek zeg maar, in toenemende mate toepassen. En nou kom ik eigenlijk op het centrale begrip waar ik het met jullie over wil hebben. Als je dat doet, dan komen we bij een begrip uit dat heet arbeidsproductiviteit. En dat gaat over de hoeveelheid werk die mensen kunnen verrichten, de hoeveelheid werk die leraren kunnen verrichten, in een dag dat ze aan het werk zijn. Ik zal jullie eerst even een voorbeeldje laten zien, dan is het misschien handiger om het gelijk maar te snappen.
Hier zie je twee voorbeelden. Hier zie je weer die robots die ik je net ook al liet zien, rechtsonder. Dat is die fabriek van die autofabriek. En in die autofabriek worden 1000 auto's gebouwd per maand of zo door 50 mensen. Ja? En dat komt omdat ze heel veel robots kunnen gebruiken. Dus die mensen die hoeven eigenlijk ook niet zo heel veel te doen. Die moeten vooral die robots bedienen. In die bovenste situatie, dit is een hele oude autofabriek, de eerste Ford-fabriek. Daar bouwden 50 mensen in een maand tijd één auto. Ja? Dus wat je ziet, is dat je ziet ze hier ook staan, hè? Ze staan allemaal naast elkaar en de een staat het een te maken en de ander staat het ander te maken en de schroefjes aandraaien, dragen, stoelen erin zetten enzovoort enzovoort. Allemaal werk. Hier zie je denk ik eigenlijk geen mensen meer rondlopen. Dus ze zullen er wel zijn, maar het zullen er maar een paar zijn. En wat we hier zien is, en dat noemen we dan een arbeidsproductiviteitssprong, hè? Hier zie je dat veel minder mensen veel meer productie kunnen maken. En dat is eigenlijk de kerngedachte van arbeidsproductiviteit. Als ik even terugga naar mijn vorige sheet. Grotere arbeidsproductiviteit wil zeggen dat je met minder mensen meer werk kunt gaan doen. Ja? Nou, dat heeft drie belangrijke voordelen. Sowieso kun je meer werk doen. Dat is op zich al prettig. Je kunt meer dingen maken of beter schoonmaken of... Want het gaat niet alleen maar over het maken van dingen, maar het gaat bijvoorbeeld ook de plastic soep. Hè? Dat weten jullie allemaal wat dat is, dat plastic wat in de oceanen drijft. Als we dat allemaal door duikers, door individuele duikers uit de oceaan moeten laten opduiken, dan ligt de helft van de wereldbevolking in de grote oceaan te zwemmen. Dat gebeurt ook door gerobotiseerde systemen en die kunnen dat opzoeken en die sporen dat dan op. Dat is één. Het tweede voordeel, en dan kom ik even bij die leraren uit en dat beter betalen net. Op het moment dat mensen, dat één persoon meer dingen kan maken, kun je die meneer of mevrouw ook meer gaan betalen. Arbeidsproductiviteit maakt het, hè, dat zeggen economen dan, arbeidsproductiviteit maakt het mogelijk dat de lonen gaan stijgen. En het laatste, en ik denk dat dat voor leraren eigenlijk het allerbelangrijkste is, dat je gewoon het vervelende werk kunt laten doen door een robotje. Dus je hoeft niet meer naar die kinderen toe. Of niet? Huh? Nee, oh ja. Kijk, ze houden van jullie, hè, jongens, dames, heren, collega's. Let op. Ja? Maar het is natuurlijk wel zo dat als je, en dat geldt voor onderwijs niet zo, hoewel misschien dadelijk toch wel een voorbeeldje, dat geldt voor onderwijs soms ook een beetje, maar als je heel vuil werk moet doen of heel gevaarlijk werk moet doen, dan is het misschien toch beter om dat door een machine te laten doen dan door een mens. En we kennen bijvoorbeeld uit het leger, dat zijn niet altijd de leukste toepassingen, maar we kennen uit het leger de situatie dat als er een bom opgeruimd moet worden, dat werd vroeger door mensen gedaan en dat ging ook hartstikke vaak fout, dat wordt nu echt vanaf afstand door robots gedaan. En die doen het verkennende werk, die demonteren die bom en dat kan allemaal gefilmd worden enzovoort. En daarmee wordt dat minder gevaarlijk, dat werk. Ja, dus we kunnen die techniek ook inzetten om werk veiliger te maken, leuker te maken, et cetera. Nou, als we die redenering van die arbeidsproductiviteit nou eens op leraren toepassen, ja, dan zouden we, en ik zou daar dus voor pleiten, we zouden zeggen we gaan meer robots, meer software, meer slimme computers de klas inbrengen, ja, dan hebben we misschien toch wat minder leraren nodig. En het voordeel daarvan is dat we die kleinere groep leraren dan een veel beter salaris kunnen gaan betalen. Want als ik 10% minder leraren nodig heb, dan kan ik die leraren die ik overhoud, die kan ik wel 10% meer salaris betalen. Nou, dat tikt wel aardig aan. En omdat we, als we die leraren beter kunnen gaan betalen, dan wordt het waarschijnlijk ook aantrekkelijker om leraar te worden. Want leraren worden niet slecht betaald, maar ze worden ook niet super betaald. En andere mensen verdienen meer in de arbeidsmarkt. Dus die arbeidsproductiviteit, als we iets zouden kunnen doen om die arbeidsproductiviteit van die leraren te verhogen, dan zouden we kunnen zeggen, nou, dan heb je wat minder leraren nodig voor al die kinderen in die school, maar de leraren die er dan wel werken, die kunnen we beter betalen en we kunnen vermoedelijk ook makkelijker goede leraren vinden. Maar dan moeten we toch nog even iets beter over nadenken. Nou kom ik richting mijn onderzoek. Nou moet je even goed gaan nadenken van wat een leraar eigenlijk doet. Wat is nou eigenlijk de kern van het werk van een leraar? Nou, ik heb hier een lijstje. Dit komt gewoon uit serieus onderzoek. Ja, dan kijken we een beetje van wat leraren doen. Nou, je kent het. Ja, jullie kunnen zelf lezen. Je herkent daar waarschijnlijk ook wel dingen. Ze moeten natuurlijk hun lessen voorbereiden. Leuke werkvormen bedenken. Ze moeten aan kinderen dingen uit kunnen leggen. En als kinderen het niet in één keer snappen, moeten ze het op een andere manier nog een keer kunnen uitleggen. Ze moeten oefenen met kinderen. Ik weet niet of er worden er nog rijtjes geleerd en tafeltjes gestampt en dat soort grappen. Gebeurt nog, hè? Is ook nodig, hè? Ze houden orde in de klas.
Ik vind jullie overigens super hier, zoals je bij elkaar zit. Daar had ik me wel een beetje zorgen over gemaakt. Van hoe gaat dat werken met 300 kinderen in een zaal? Nou, helemaal super. Ze lossen problemen op tussen kinderen. Als een kind gepest wordt, als er ruzies zijn, als een kind verdrietig is, als er vervelende dingen thuis gebeurd zijn, dan zijn die leraren ook aanwezig. Ze kijken proefwerken na, ze geven testen, ze kijken proefwerken na. Dat is echt het hoogtepunt van de dag van een leraar, als die weer de rekenschriften na mag kijken. Daar geven ze punten voor. En als laatste geven ze ook informatie aan ouders hoe het met hun kinderen op school gaat. En nou is de grote, nou gaan we het onderzoek doen. Ik wil jullie mening graag weten. En we gaan zo meteen tellen. Daar moet ik eventjes iets technisch voor doen. Om te kijken hoe jullie daarover denken. Ik ga datzelfde lijstje nog een keer laten zien zo meteen aan jullie. In een iets andere omgeving. En dan is de vraag, dan vraag ik aan jullie dat je een groene kaart opsteekt. Als je denkt dat die taak misschien wel door een robot gedaan zou kunnen worden. En dat je een rode kaart opsteekt als je denkt zeker niet. En dan ga ik een beetje proberen in te schatten vanaf het podium. Om te kijken van hoeveel kinderen zeggen nou het een en zeggen nou het ander. Ik kan niet precies tellen, daar zijn jullie met veel te veel voor. Maar ik kan vrij aardig inschatten van een hele grote groep wel of een hele grote groep. Dus nu moeten we jullie even goed opletten. Nou gaan we die taken nog een keer doorlopen. Dan moet ik eventjes naar mijn... Even kijken, deze even wegleggen. Dit is typisch wat onderzoekers doen. Die moeten veel tussen verschillende software schakelen. Hier heb ik hem. Even kijken. Dat ik in de goede cel kom te staan. Dit is een spreadsheet, dat kennen jullie wel, hè? Oh, dit gaat niet goed. Alt tab. Ik wil die hebben. En dan moet ik even in. Noordelijk. Leg maar even bij de hand. Ja, dit is wat ik zocht. Kijk. Nou, hier heb ik een tabelletje gemaakt. Laten we maar eens beginnen. We gaan. Kan een robot dingen uitleggen? Wie denkt dat dat kan? Met een groene kaart. Ah, dat zit wel in de buurt van de 95%. Wie denkt dat het niet kan? Dat is een kleine minderheid. Oké, ik ga hier eventjes 95 intikken. Gaan we naar de volgende vraag. Wie denkt dat een robot dingen kan oefenen? Een robot of software, hè? Dus het is niet alleen dat machientje, het mag ook een computerprogramma zijn. Dingen kan oefenen met jullie. Dat is ook een grote groep, 90% denk ik, iets minder. Ik zie wat meer. Wie denkt dat het niet kan? Echt niet? Even de rode kaarten. Ja, dat is al een iets grotere groep, dus daar gaan we toch maar eventjes naar 90% veiligheidshalve. Heel goed. Wie denkt dat een robot orde kan houden in de klas? Mag ik even de groene kaarten weg? Even de groene kaarten laten zakken? Dames en heren, leraren in de zaal, het lijkt me dat jullie echt een toffe baan hebben. Orde houden is toch echt het belangrijkste wat je doet. Dus dat is maar, nou wat was het, 10%? Jullie hebben ook meegekeken? 10% hè, niet meer. Het oplossen van ruzies. Oké, mag ik even alleen de groene kaarten zien? Alleen de groene kaarten. Dat zijn er, nou ik denk dat ik dat eens even op 5% inprik. Het nakijken van proefwerken. Kan een robot dat? Scheelt, hè? 95%. En informatie geven. Oh, dat gaat niet goed. Wacht even. Dat gaat niet goed. Ik sta in de verkeerde cel. Dan doen we het even zo. 5. 95. Dat klopt ook weer. En het geven van informatie aan ouders. Mag ik even aan de leraren vragen, hebben jullie een digitaal systeem waar ouders in kunnen kijken en punten kunnen volgen? Ja, dat gebeurt al, hè? Dus daar heb je misschien iets minder 10 minuten gesprekken voor nodig? Meer 10 minuten? Meer 10 minuten gesprekken? Oké. Nou, even informatie geven. Mag ik even alleen de rode kaarten zien? Wow, dat zit toch wel, denk ik, in de buurt van de 30%. Dus dan zetten we hier een 70%. Kijk. Nou, dan gaan we nu eventjes, dan moet ik even kijken dat ik dit een beetje handig doe. Wat is het resultaat van ons onderzoek? Oei. Maar wat je hier dus kunt zien, en daar was ik eigenlijk, dat had ik wel min of meer verwacht.
Het eerste wat ik echt heel erg leuk vind om te zien, is dat jullie kennelijk heel goed kunnen onderscheiden in dat takenpakket van die leraren en al die werkzaamheden van die leraren, wat door een machine kan en wat door een mens moet gebeuren. Dat is het eerste wat belangrijk is, want op het moment dat we dat zelfs niet weten, ja, dan is er ook geen begin aan om te ontwikkelen. Hè? Maar het feit dat jullie kunnen haarfijn aangeven, het een wel, het ander niet. Het zit ook niet heel veel van bijna, zo'n beetje half-half. Hè? Jullie zijn heel duidelijk in je oordeel dat bijvoorbeeld het uitleggen van dingen, dat heel prima door een computer kan. En dat leraren daar misschien soms dus door een machine kunnen vervangen worden. Maar het oplossen van een ruzie, hè, het oplossen van problemen, daarvan zullen jullie zeggen, no way, dat blijft altijd mensenwerk. Nou, dat vind ik dus een hele belangrijke conclusie, want dat geeft ons ook een beetje een richting. Ik moet overigens nog het aantal kinderen aanpassen. Ik zie dat er 200 leerlingen staan, maar het zijn er wel 300 nu in de zaal. Dat geeft ons ook een beetje een richting van in welke kant hoe we het nou verder uit moeten gaan werken. Oké, nou moet ik wel even terug naar mijn PowerPoint en dan ga ik het laatste stukje van het verhaal doen. En dan kunnen we dan eens kijken wat er aan vragen is. Hoppakee. Oh, nee. Dit. Is een beetje onhandige muis dit. Doe het wel even zo. Dat is hem. Nou, hij wil nog niet. Ik heb mijn bril niet bij me, dat helpt ook niet echt. Nou, en eigenlijk is dat een beetje de conclusie van het verhaal wat ik jullie wilde vertellen. Eigenlijk op dit moment met de huidige techniek kunnen robots ons al helpen, kunnen robots, slimme machines, software, kunnen ons al helpen om leraren wat werk uit handen te nemen en zo ervoor te zorgen dat die leraren zich bezig kunnen houden met de dingen waar ze echt voor nodig zijn. Dat ze geen dingen hoeven te doen die misschien niet zo leuk zijn of niet zo nodig zijn. Nou, en ik heb hier een rijtje dingen staan waarvan we ook al gewoon weten dat die al beschikbaar zijn. He, dus het oefenen van woordjes, van tafeltjes, van rijtjes. Dat is, qua software is dat heel simpel te doen. En dat kun je door een robotje laten doen of door een leuke game. Er zijn inmiddels hele mooie games waarmee je bijvoorbeeld geschiedenislessen kunt simuleren. Dat je kunt laten zien hoe bijvoorbeeld een Romeins legerkamp eruit zag. Er zijn mooie games waarmee je kunt laten zien hoe een vliegtuig vliegt. En wat de techniek is die daarvoor nodig is. Wat wij hier nog niet hebben, vind ik wel jammer. Wij moeten hier nog vrij ingewikkelde examens afnemen. Die moeten wij dus grotendeels met de hand nakijken. Dat is hartstikke veel werk. Hè. Stel je maar even voor dat ik een examen met 10 vragen zou moeten maken en jullie zouden straks een testje moeten maken. Ja, dan zit ik toch gewoon echt een aantal uren te werken. Maar de techniek ontwikkelt zich daar wel vlug. Wie van jullie doet wel eens een multiple gok examen toets? Multiple gok? Multiple choice? Meer keuze? Ja. Dat duw je een computer in, of dat laat je door een computer afnemen. En de vragen laat je ook genereren door een computer. Als wij bij artsen, dat is een interessant voorbeeld, als wij artsen opleiden, er is een hele grote database, een heel groot computersysteem, met allemaal hele moeilijke vragen voor artsen, voor dokters die opgeleid worden aan de universiteit. En die moeten af en toe moeten die testen afleggen. En dan trekt de computer een setje vragen. Dus de computer bepaalt welke vragen krijg jij en die krijgt andere vragen dan jouw buurvrouw, zodat jullie ook niet kunnen spieken. Nou, denk ik niet dat jullie dat doen. Ja? En dan kijkt die computer bepaalt welke vragen je moet maken en die computer kijkt die vragen ook gelijk na. Extra leerstof geven als je iets niet snapt. Dat is nu ook vaak werk waar leraren veel tijd mee kwijt zijn. Ook daar kunnen we dingen doen. En we hebben ook voorbeelden van computers die zelfs de dingen kunnen uitleggen. Dit is het lesrobotje Zora. Dit lesrobotje dat is nog niet zo lang geleden in Helmond bij de Kempel, Pabo de Kempel, te gast geweest. Studenten echt flink meegewerkt. Dit lesrobotje kan 3 kwartier les geven. Kan 3 kwartier Engels geven. Interactief, reageert, stelt vragen. Dus die staat voor de klas, die loopt een beetje door de klas. Kinderen vonden het superleuk om mee te werken. Dus ondertussen is er onderzoek gedaan naar hoe die kinderen erop reageerden. En dat kunnen we gewoon programmeren. En het interessante van zo'n robotje is, als ik dat in 1 robotje kan stoppen, dan is het bijna geen werk, dat weten jullie ook, dan is het bijna geen extra werk om het in 1 miljoen robotjes te stoppen. Want als ik het 1 keer bedacht heb, die software, dan kan ik dat in de hele wereld uitschenken. En dat is een van de grote voordelen van robotisering, dat dingen die je ontwikkelt, daar kun je dan dus ook veel tijd in steken om dat goed te ontwikkelen.
En daarna kun je het heel vaak herhalen. En je kunt het gewoon jaren achter elkaar. Als je dat ding, als je die robot, die leraar, die Zora, als je die maar regelmatig aan de stroom hangt, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren. En Zora moet met af en toe een update krijgen. En dan, dan kan Zora prima voor de klas. Lang niet voor alles, dat hebben jullie net in het onderzoekje heel goed laten zien voor welke dingen wel en voor welke dingen niet. Maar robots kunnen meer dan dat we denken. Nou, dames en heren, ik had de strikte opdracht gekregen om na 30 minuten klaar te zijn. Wat mij nooit lukt, en dat komt omdat jullie zo ontzettend goed meegewerkt hebben, is dat ik heb nu nog 28 seconden die ik vol moet praten. Maar dat ga ik toch maar niet doen. Dus we gaan toch maar eens even kijken of er vragen zijn. Wie heeft er een vraag? Steek eens even je vinger op en dan gaan we gewoon eens even met de microfoon naar een vragensteller toe. Jullie bepalen, ja. Van die lesrobot Zora, mijn zusje die heet ook Zora. Hé, kijk. Maar die is wel echt. Ja, als je die een schop tegen de schenen geeft, dan schopt ze terug. Dankjewel. Eens kijken, heeft er iemand een vraag? Ja, hier is een vraag. Wat is je naam? Mo, en hoe zit het dan met... hoe het gaat met lol in de klas, zeg maar. Ja. Nou ja, dat is een van de lastige dingen. En daar moeten we echt nog heel veel werk... Of een robot ook grappen kan maken. Daar wordt inmiddels onderzoek naar gedaan. En robots kunnen flauwe grappen maken. Ik weet niet waar onze presentator van daarnet was. Maar de mop, het ligt geel, het is geel en zwart en het ligt op het bed. Dat soort moppen kunnen door een robot gemaakt worden. Sterker nog, die worden deels zelfs al door robots gemaakt. Of ze echt helemaal plat kunnen gaan van het lachen, dat zal denk ik nog wel even duren. Maar ik heb je ook een foto laten zien van een robot die gezichtsuitdrukking had. En als die robot, als we die robot kunnen leren, dit is een vervelende opmerking, nou moet je boos kijken. Dit is een hele slimme opmerking, nou moet je opgewekt kijken. En dit is een hele leuke opmerking, nou moet je lachen. Ja? Daar zitten we niet zo heel ver meer vanaf. En dan zetten we weer een klein stapje. De volgende vraag. We hebben er hier een in de hoek helemaal. In de hoek, helemaal. Op links buiten. Kan Zora alleen Engels of kan ze ook nog andere talen? Nee, Zora kan in principe in alle talen geprogrammeerd worden. Zora is, dacht ik, in Korea gemaakt. Maar je stelt een hele goede en een van de lastigste punten. In Nederland is een klein land en er zijn maar weinig landen in de wereld waar Nederlands gesproken wordt. Dus om software te ontwikkelen die in het Nederlands werkt, dat is heel duur. Althans, dat is net zo duur als dat je het in het Engels doet, maar je gebruikt het maar weinig. Zou je diezelfde software in het Engels maken, daarom wordt die ook vaak in het Engels gemaakt, ja, weet je, dan kun je in de halve wereld terecht. Dan kun je in Amerika, Engeland, Canada, Australië. Dus dan loont het meer de moeite om die software goed te ontwikkelen. Dus dat is wel echt van een hele goede opmerking die je maakt. Het feit dat we, zeker in het basisonderwijs, afhankelijk zijn van Nederlands als taal, dat maakt het wel wat lastiger. Daarom zal het hier vermoedelijk ook wat langer duren dan in Amerika of China. Hè, de landen waar heel veel... Een volgende vraag. Ik heb hier nog een vraagje. Hoe lang bent u al professor? Oei. Vanaf 2002. Dus voor de snelle rekenaar 16 jaar. 16 jaar al? Nee. Was jij? Nee. Jij bent nog geen 16, hè? Hoe oud ben jij? 10. Wow. Toen was ik al 6 jaar professor toen jij geboren werd. Ha. Ik heb hier een vraag achter in de zaal. Waar? Oh ja, daar, jawel. Heeft u zelf wel eens met robots gewerkt? Ja. Ik heb zowel met die fysieke robots gewerkt, we hebben daar wat onderzoek mee gedaan. Maar kan je een ander voorbeeld geven? Ik kan het je laten zien. Even kijken, waar staat die? Dit is software. Toen ik begon als onderzoeker, 40 jaar geleden, deden wij dit met de hand. Moesten we met de hand optellen, moesten we met de hand uitrekenen. Mijn vader... Lang overleden, mijn vader is in 1917 geboren. Die heeft in de tijd van Alan Turing, was die wiskundige. Die waren uren, weken bezig om berekeningen te maken. Dat deden ze allemaal met mensen. Ik
Ik weet niet of jullie het verhaal van Alan Turing kennen, hè, maar de Duitsers hadden in de Tweede Wereldoorlog een geheimtaal ontwikkeld. En die moest gekraakt worden. En om die te kunnen kraken moest je berekeningen heel erg vaak herhalen met steeds iets anders, met een klein dingetje anders. Dat was mensenwerk. Dat kon eerder, kon dat niet door mensen. En Turing heeft toen een machine gemaakt die dat als machine kon en daardoor kon die code gekraakt worden. Nou, eigenlijk die Excel-spreadsheet die je hier ziet. Ja, dat was dus vroeger gewoon, mijn vader maakte die dingen, en ik heb het ook nog geleerd op die manier, op ruitjespapier. En dan met de hand optellen. Met een paar, dat had een paar nadelen. 1, het kostte veel meer tijd. 2, de kans dat je telfouten maakte was veel groter. 3, je kon veel minder precies zo'n grafiekje maken, want je moest toch een beetje inschatten. Dit wordt allemaal uitgerekend. Het voordeel, overigens dames en heren, is dat ik wel goed kan rekenen. Ik heb het wel geleerd, ik kan nog met de hand een statistische berekening doen. En dat kunnen jonge studenten tegenwoordig niet zo makkelijk meer. Nog een vraag. Rechts achter in de zaal hebben we een vraag. Hier. Als er gepest zou worden in de klas, hoe zou dat opgelost worden? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat nog heel erg lang duurt. Voordat we dat zonder leraren kunnen. Ik denk dat leraren, juist voor dat soort dingen, hè, dus voor hoe kinderen met elkaar omgaan, als kinderen verdrietig zijn, als er gepest wordt, als er ruzie is, daar hebben we echt leraren voor nodig. Maar misschien kunnen we ook daar nog wel wat stapjes zetten. Het aardige voorbeeld van het, herinner je dat ik iets zei over wat er op Stratums Eind in Eindhoven gebeurde? En ik zeg niet dat we dat moeten gaan doen, maar dat gaat natuurlijk ook over ruzie en pesten en hele negatieve en vervelende dingen. En met name het signaleren daarvan, dus gebeurt dat nou, daar kan software wel een rol in spelen. Dus op het moment dat we jullie heel regelmatig anoniem vragenlijstjes zouden laten invullen, dat is een voorbeeld wat al kan trouwens, van word je wel eens gepest, dat kan ik jullie bij wijze van spreken op een computer elke week een keer vragen. Voor een leraar is dat veel moeilijker om te doen. Iets anders, en dat klinkt heel raar, maar ook dat gebeurt al. Ik kan heel precies bijhouden als jullie aan projectjes werken, samenwerken, wie met wie samenwerkt. En op die manier kan ik na verloop van tijd kan ik ook gaan zien, leraren weten dat, die maken nu ook sociogrammen in een klas. Kan ik heel makkelijk sociogrammen maken, kan ik een overzichtje maken van welke kinderen zijn heel populair en welke kinderen worden altijd overgeslagen. En dat is al dat soort type werkzaamheden, die kunnen we doen. Waar we ook niet zo heel ver van af zitten, is dat jullie hebben allemaal iPhone'tjes. Ja? Kijk, als je mij nou echt vraagt van hoe het zou moeten doen, dan zou ik eigenlijk willen doen bij jullie wat we bij een koe ook doen, dat we jullie zo'n geel label in je oor schieten, waar een chip in zit met een nummer. Ja? En dat ik heel precies op de computer kan volgen waar jullie de hele dag uithangen in de school. En dat ik op een gegeven moment zie van, oké, die twee dames die zijn met elkaar naar een stil hoekje aan het gaan. Daar zal wel kattenkwaad uitgevoerd worden, dus daar ga ik de beveiligingsrobot nu naartoe sturen. Dit kan al. Ik hang jullie geen label in je oor, maar ik volg je telefoon. Wij weten in winkels wordt telefoongegevens uitgelezen van je telefoon. En op basis daarvan kun je foto's maken in de winkel bij welke rekken langer stilgestaan wordt en korter stilgestaan wordt. Dat gebeurt al. Nou, kan ik in de school ook doen. Vraag. Ik heb hiervoor een... Hiervoor. Hoe groot is de kans dat robots de wereld overnemen? Ja, dat is. Ik denk dat die kans heel klein is. Ik denk dat mensen uiteindelijk wel aan het roer blijven zitten. Maar er zijn collega's van mij bijvoorbeeld in Eindhoven, van de Technische Universiteit Eindhoven, die zeggen dat de hoeveelheid denkkracht van een robot, als je dat allemaal bij elkaar optelt van alle robots in de wereld, dat we op een punt aan het komen zijn dat die hoeveelheid denkkracht groter is dan wat mensen kunnen. Het enige wat dan weer nodig is, en daar wordt op dit moment overigens aan gewerkt, is robots die robots gaan controleren. En die worden weer door mensen gemaakt. Dus ik ben een optimistisch mens. Ik denk niet dat de robots op een gegeven moment de wereld overnemen en ons gaan veroveren. Dat zijn films. Maar ik denk wel dat robots wel steeds slimmer worden. En dat leidt overigens, en daarom vind ik het ook wel een goede vraag, het leidt ook wel tot vragen van ja, wat nou wel en wat nou niet. Ik heb een leuk voorbeeld om dat nog uit te leggen. Er is onderzoek gedaan, ik geloof zelfs aan deze universiteit, als mensen een bekeuring krijgen voor een snelheidsovertreding. Ja?
Heb je enig idee? Jullie weten allemaal wat een bekeuring voor snelheidsovertreding is, hè? Ja. Heb je enig idee hoeveel handwerk daarin zit? Nul. Dat gaat met camera's. Die camera's fotograferen die auto die te snel rijdt. Het kenteken wordt gefotografeerd. Het kenteken gaat naar het centraal kentekenregister. Daar wordt een seintje gegeven aan het justitieel incassobureau. Je moet nu een bon versturen. Daar zit nul handwerk in. Heel af en toe staat er nog wel eens een politieagent langs de kant van de weg met een snelheidsmeter. Wat we nou onderzocht hebben, is of mensen leren van het feit dat ze een bekeuring krijgen. En dan ontdekken we iets heel interessants. Dat mensen die een bekeuring gekregen hebben van een agent, dat die meer leren van het feit dat ze die bekeuring gekregen hebben, dan wanneer je, nou ja, de ouderen onder ons, die kennen allemaal de CIB-envelop met die paarse balk erop. Dan vloek je een keer, dan zeg je zonde van het geld, maar je gaat er niet langzamer van rijden. Terwijl op het moment dat een agent jou aankijkt en zegt, dat was niet verantwoord wat je nou deed. En daarom geef ik jou nou een boete, dan leer je. Daar zie je dus een verschil tussen wat een computer kan en wat een mens kan. Kijk, ik heb hier nog een vraagje. Wat is hier? Dat is daar. Zijn er al robots die een beetje gevoel hebben? Bijvoorbeeld als een kind op het schoolplein valt en dan huilt en dan pijn heeft. Ja, ja en nee. Ik denk dat er de techniek er wel al zover is dat het bijvoorbeeld dat een robot kan horen van dit is huilen. In plaats van dit is lachen of dit is een geintje. Dus dat kan al wel. Hij zal nog niet echt een kind de hand vast kunnen pakken. Maar ik denk dat het niet zo lang meer duurt voordat er dan een robotje naartoe gaat of zo'n paro of een leuke clown of weet ik veel wat. En dat hij gaat zeggen wat is er gebeurd. Kijk, en dan kan het nog steeds zo zijn dat die robot dat doet en dat er op afstand wel een leraar, een meester of een juf is, die meekijkt en zegt wat is hier aan de hand. Maar dan hoeft die meester en die juf, die hoeft even niet meer de kantine uit en zijn koffie koud te laten worden voor dingen die niet nuttig zijn. Maar het duurt nog wel eventjes. Hier, we hebben achterin nog een vraag. Achterin, ja. Als robots les kunnen geven, in welk jaar zouden ze dan komen? Nog een keer, ik verstond de vraag niet goed. Als robots les kunnen geven, in welk jaar zouden ze dan komen? In welk leerjaar bedoel je? In welk gewoon jaar? Ja, want dat zijn nog twee verschillende dingen. Hè? Dus je kunt vragen, wanneer zouden we dat kunnen doen? Dit is heel lastig te voorspellen. Wat we bij techniek, ik heb jullie die operatierobot laten zien. Hè? Daarvan is heel lang gedacht van dat kan niet. En ineens ging dat heel erg snel. Dus soms zit je met techniek, dat is een ingewikkeld verhaal, maar soms loopt een techniekvat als het ware bijna vol. En dan opeens, dat noemen we een tipping point, dan ontstaat er een toepassing. En dat is heel moeilijk voorspelbaar wanneer dat is. Dus als je zegt van ja, is dat in 2025? Het lijkt me kort, maar ik kan het niet uitsluiten. Wat ik leuk vind, jullie vonden Zora helemaal geen probleem. Paro, het zorgrobotje. Ik heb 10 jaar geleden ongeveer hetzelfde gedaan en toen was Paro net uit. En toen hadden mensen echt zoiets, oh, zoiets doe je toch niet? Dus je ziet dat wij met elkaar toch al langzaam een beetje aan het wennen zijn aan het idee dat we met slimmere techniek, dat kan werken. Want dat speelt natuurlijk ook een rol. Het is niet alleen een kwestie van of de techniek er is, maar het is ook een kwestie, heel belangrijk onderwerp, of mensen die techniek ook willen gebruiken. Dat noemen we implementatie, willen mensen dat ook een beetje omarmen. En daar zien we dingen wel snel veranderen. In de zorg is het heel gebruikelijk. Hè? Als ik 20 jaar geleden, 25 jaar geleden een operatie had moeten ondergaan en ze hadden tegen mij gezegd, laat het door een robot doen. Dan had ik gezegd, ja, weet je, zoek het uit, ik wil gewoon een echte chirurg. Als ze nu aan mij vragen, je kunt kiezen, deze hersenoperatie moet gedaan worden door een levende chirurg of door een robot, zeg ik, doe mij de robot. Daar zit overigens wel een levende chirurg achter, maar die kan heel ergens anders zitten. En die hoeft dus bijvoorbeeld niet naar Nederland toe te vliegen. Die kan het gewoon van achter zijn bureau doen. Maar stel nou eens die levende chirurg van mij, we zijn net 11-11 hebben we gehad. Die is lid van een carnavalsvereniging, dus die heeft stevig carnaval gevierd. Ja? En op maandagochtend, op 12-11, om 6:30 ben ik degene waarvan die de hersenen moet gaan opereren. Het zou kunnen zijn dat die van de avond tevoren toch nog een beetje trillende handen, misschien een beetje moe of iets dergelijks is. Een robot doet dat niet. Een robot is perfect constant in kwaliteit.
Als je een gat in je buik moet maken, waar vroeger, het is een beetje een bloederig verhaal, maar daar houden jullie denk ik wel van. Vroeger, als een buikoperatie, werd die buik helemaal opengesneden, want die chirurg moest daar met zijn handen in kunnen. Ja, maar zo is het wel. Er zal hier vast in de zaal wel een kindje... Nee, dat is trouwens een heel fout voorbeeld wat ik nu wilde gaan gebruiken. Maar dat was, hè, dus dan had je, als je dan naar het ziekenhuis kwam, had je een grote snee met veel hechtingen op je buik. Ja? In die operatierobot die ik net laat zien, dat zijn twee hele kleine gaatjes. En die operatie is aan de binnen... Het heeft een paar voordelen. Die grote snee duurt veel langer om te genezen dan die twee kleine gaatjes. Met die grote snee in je buik was je makkelijk 3 weken opgenomen in een ziekenhuis. Nu kun je dezelfde dag naar huis. Dat betekent dat ik minder verpleegkundigen nodig heb, minder bedden nodig heb in een ziekenhuis, et cetera. Ja? Dit is dus echt een voorbeeld van arbeidsproductiviteit. Ik heb nog tijd voor een laatste vraag. Voor een laatste vraag, hè? Want we zijn er echt ongeveer doorheen. Hoe zit het dan met een elektriciteitsstoring? Ja, dat is wel... Dat vind ik ook een leuke vraag. Ik ga er dadelijk ook nog een iets ander antwoord op geven. Kijk, daar moet je natuurlijk op letten. Overigens moest ik laatst naar mijn werk. Was er een grote elektriciteitsstoring hebben in de stad gehad. Hè? En de poort van de parkeergarage, die werkt op elektriciteit. Dus ik kon ook niet naar mijn werk door die elektriciteit. Dus ook de mens kan dan niks meer, hè, zonder elektriciteit. Dus de robot ook niet. Wat ik eigenlijk, en dat, misschien is dat wel een leuk ding om mee te stoppen. Ik heb wel eens een keer eerder dit verhaal voor kinderen ergens anders gegeven. En toen was een soort vraag, wat gebeurt er met een robot als je er een emmer water overheen gooit? En toen was mijn antwoord, hetzelfde als met een echte leraar, dan gaan de stoppen eruit. Jongelui, er is volgens mij geen tijd meer voor vragen. Nee, de wacht tijd voor, is wacht op. Voor. De Mag tijd ik... is op. Ik vond het super zoals jullie meegedaan hebben. Ik ga de onderzoeksgegevens bewaren. Die ga ik misschien nog wel een keer ergens gebruiken. En ik vond dat jullie echt ongelooflijk goede vragen stelden. Dank je wel daarvoor. Hartstikke bedankt. Ik zag dat er nog heel veel kinderen vragen hadden. Jullie kunnen altijd de vragen mailen naar kinderuniversiteit@tilburguniversity.edu. En dan zorgen we dat hij bij de professor komt. En als hij een keer tijd heeft, want hij heeft een hele drukke agenda, maar dan probeert hij de vragen te beantwoorden. Nogmaals een heel hard applaus voor professor Mark Vermeulen. Dank je wel. APPLAUS